Thomas zijn in 2015-16 zijn ze begonnen met het idee van hey, deze universiteit verzorgt eigenlijk helemaal geen computer sciences of IT gerelateerde vakken. Toen heb ik ze geadviseerd van goh, ga eens even eerst kijken wat er gebeurt op de universiteit en als daar niks uitkomt, ga het dan zelf doen. En dat hebben ze gedaan. Ze zijn begonnen met de Turing Society. En in de Turing Society worden allerlei workshops gegeven aan studenten, door studenten. In IT-cursussen, computer science cursussen. Eigenlijk alles wat te maken heeft met ICT en de toekomst van de studenten. Ik begon eigenlijk als bootcamp coördinator. Dus ik moest gewoon zorgen dat het een succesvolle bootcamp werd. En toen is Turing Society best wel snel gegroeid, want een van de andere co-founders, Thomas, is terug naar Litouwen gegaan, waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. En met dat team ben ik toen gaan zitten van, hey, hoe kunnen we dit groot, hoe kunnen we het beter aanpakken? En toen is het idee van het grotere plaatje begonnen. Turing Society als een internationale organisatie die studenten wereldwijd leert programmeren. En dan niet alleen studenten op universiteiten, maar ook leerlingen op basis- en middelbare scholen. Ik ben vooral bezig met dingen achter de schermen opzetten en organiseren. Een mooi concreet voorbeeld is de AI Machine Learning Bootcamp voor de financiële wereld. Die door de Turing Society en Turing Students vorig jaar is verzorgd. En ik keek om mij heen en er zaten 100 studenten in de zaal. Die zaten aandachtig te luisteren daarna naar sprekers vanuit de financiële wereld die hen vertelden over welke complexe vraagstukken er spelen binnen die financiële wereld en welke technologische mogelijkheden zij zien. En vervolgens zijn de studenten die zijn concreet met deze casus aan de slag gegaan. Waar ik trots op ben is de impact die we in de afgelopen jaren hebben gehad. Waar we mensen van nul IT-kennis naar junior developers hebben opgeleid. Nee, ik heb gewoon een message aan alle leraren en studenten. Ga het gesprek met elkaar aan. Ga samen kijken naar oplossingen, hoe we onderwijs kunnen verbeteren.